Welkom in de reeks Basiskennis boekhouden. Deze video is het vervolg op deel 1 over de resultaatverwerking. In deze figuur ziet u de volledige resultaatverwerking met alle mogelijke bewegingen die kunnen plaatsvinden. U ziet ook de rekeningnummers van balans en kosten en opbrengsten. Het eerste lijntje, daar staan streepjes. Dat is ons startpunt, winst en verlies van het boekjaar. Daar hoort geen journaalpost bij, daarom heb ik daar streepjes vermeld. Dus de winst en verlies is bij aanvang aanwezig in de collector. Vervolgens vinden er wegingen plaats, verplaatsingen tussen balans en collector, of omgekeerd van collector naar balans. Laten we de posten even overlopen. De tweede rubriek is onttrekking aan het eigen vermogen. Daarmee wordt bedoeld dat er elementen vanuit het eigen vermogen op de passiefzijde van de balans worden overgeheveld naar de collector, vanuit het kapitaal en de uitgiftepremies of vanuit de reserves naar de collector. We zien dat in dat geval een 7-rekening wordt gebruikt, omdat de collector hierdoor stijgt in waarde. De volgende rubriek is toevoeging aan het eigen vermogen. Dat zijn waarden die uit de collector worden genomen en op de balans worden geplaatst. Binnen het kapitaal en de uitgiftepremies, of binnen de wettelijke reserve, of bij de overige reserves. In deze 3 gevallen maken we de collector kleiner, we nemen er bedragen uit, dus gebruiken we een 6-rekening en dat ziet u in die rode velden. Vervolgens moeten we de rubriek over te dragen winst of verlies tegen, dat is eigenlijk het eindpunt van onze resultaatverwerking. We zouden verwachten dat dat regeltje onderaan de tabel plaats zou vinden. U ziet dat daar de 6,93 of de 7,93 gebruikt wordt, een rood veldje of een groen veldje. Ofwel eindig je op het einde met een verlies in uw collector. Als je het verlies uit de collector neemt, dan stijgt de waarde van de collector, want dat gaat van een negatief bedrag naar 0. Indien er echter nog een winst aanwezig is in de collector en we nemen deze winst eruit om hem over te dragen, dan daalt de collector van een positief bedrag naar 0 en dan gebruiken we een 6-rekening. Vervolgens komen de rubriek tussenkomst van de venoten in het verlies tegen. Indien we een verlies maken dit jaar, kan er beslist worden dat de venoten dit verlies aanzuiveren en dan boekt de onderneming een vordering aan de actiefzijde van de balans op de 416. De venoten brengen vers geld in en dit bedrag wordt toegevoegd aan de collector. De collector stijgt hierdoor in waarde en daarom wordt een 7-rekening gebruikt. Dan zijn we aangekomen aan de laatste rubriek, uit te keren winst. De onderneming kan beslissen om de aandeelhouders een dividend uit te keren. Dat is de vergoeding van het kapitaal. Ook dit wordt geregistreerd op een kostenrekening, omdat we een bedrag uit de collector nemen en op de passiefzijde van de balans plaatsen op de 471. Deze 4-rekening is een schuldenrekening op korte termijn. De onderneming belooft om op korte termijn het dividend aan de eigenaars uit te keren. Ze kan ook een bonus beloven aan de bestuurders. Ook dat laat de collector dalen in waarde en wordt in een schuldenrekening op de passiefzijde van de balans geplaatst. Ook kan er een bonus beloofd worden aan andere rechthebbenden, bijvoorbeeld managers die een bonus krijgen indien ze hun objectieven behalen. In dat geval net hetzelfde, collector daalt een 6-rekening en het bedrag wordt geplaatst op de 473, een schuld op korte termijn.